Een hele goede morgen mensen, het is 7:30. We gaan vandaag naar Arches toe, we gaan een hike doen bij de Delicate Arch. Het is een hike van zo'n 3 kilometer geloof ik, uit mijn hoofd. Ik kan even de mooiste bogen in de Arches zien, dus let's go. Hello. Good morning, I got this one. Do you have your parks pass, you holder? Yes, please too. Do you need a map? Yes please. Have a good one. Perfect, thank you, bye. Halverwege, misschien net daarover. Ja, ik moet zeggen, ik ben flink aan het doorlopen. Ik ben best wel buiten adem. Maar we hebben water. En dat is gewoon super goed te doen, dus dat is echt top. Iedereen loopt wel echt op eigen tempo. Dat is toch net even beter. Ik dacht, ik loop alvast vooruit, want dan kan ik wat meer foto's maken en zo. En onderweg ook nog wat dingen vastleggen, anders wel leuk. Dat was wel echt een super gaaf feest. Geen idee wat het was. Misschien een salamander of zo, maar best wel groot voor een salamander. En allemaal van die donkere stipjes erop. Als je nou weet wat het is, laat het even weten. We staan nu bij de Delicate Arch en hebben ongeveer 2,5 kilometer gelopen. Ongeveer een half uurtje kost het, iets langer. En het is het echt wel waard om hier naartoe te hiken. Het uitzicht is echt adembenemend. Je kan het ook zien vanaf de parking lot, maar dat is ja, veel verder en dan kom je nooit zo dichtbij. Dus het is echt wel een beloning als je hier aankomt en dit stuk gehiked hebt. Het is denk ik wel echt de mooiste arch die je in Arches kan vinden. En het is dus ook zeker wel waard om hier naartoe te hiken. Het is ook eigenlijk gewoon een toffe beloning als je lekker een stuk hebt gelopen. Het was overigens ook een mooie hike om dan dit te zien. Je snapt echt dat ze adviseren om het niet overdag te doen, want het is nu echt al super warm. Het is inmiddels 10 uur. Eigenlijk is dit al te warm om te gaan hiken in het weer. Het is namelijk inmiddels alweer 30 graden. Dus je kan het beter echt 's ochtends vroeg doen. We zijn hier boven nu een uurtje, denk ik. En je kan bezig blijven met foto's maken en gewoon genieten van dat mooie uitzicht. Ik denk dat we zo wel terug gaan en dan gaan we wat andere dingen bekijken in Arches. Want we hebben hier 1 dag en er is genoeg te zien. Dit is de plek waar ik precies 10 jaar geleden ook stond en ook zo'n filmpje maakte. Echt vet. We hebben net dus de hike gehad en lopen nu nog even naar een ander punt waar je hem dus van beneden kan zien. De rest blijft even in de auto, want het was toch best wel een zware hike in die hitte. Dus we gaan nu even met z'n tweeën. Gaan we toch nog even kijken, want toen we hier vorige keer waren zijn we er niet geweest. Nou, dat klinkt raar. Toen we hier vorige keer waren we er niet geweest. Maar het zijn we niet naar dit punt gelopen. Maar dat gaan we nu dus even wel doen. Wat bizar hè, als je dit ziet hoe hoog dat eigenlijk is.